Wij zijn CIWI-journalisten. Ik ben Jelle Vos. Ik ben Luc van Ooyen. Ik ben Cas van Ooyen. Ik ben Jelle Nijmegen. Wij gaan vandaag Willem van de Snackbar interviewen. En we zijn hier in Terbregge. Hallo, ik ben Jelle Nijmegen. Wie bent u? Ik ben Willem. Waarvoor doet u dit? Geld te verdienen. Waarom heeft u snackbar Willem genoemd? Naar mijn eigen naam. En waarom geen andere naam? Ik wist geen andere naam, dus ik denk, nou, lekker makkelijk, Willem. Iedereen weet Willem te vinden. Wilt u altijd een snackbar hebben? Ja. Hoe bent u begonnen? Als croissanterie. En wat is dat precies? Daar kun je voornamelijk alleen broodjes halen. Is het zwaar werk om dit te doen? Heel veel werken, 7 dagen in de week. En wordt u dan nooit zat? Nee, alleen maar leuke mensen hier. Hoe wordt u eigenlijk eigenaar van een snackbar? De winkel kopen en dan inrichten. En moet je daarvoor leren? Jazeker. En op wat voor een school? Een horecaschool. Heeft u nog tips voor kinderen die later ook een snackbar willen beginnen? Nooit in de horeca gaan, veel te veel werken. Oké, dank u wel voor de interview. Alsjeblieft. We hebben vandaag geleerd dat een snackbar beginnen heel, heel veel werk kost en dat je het beter maar niet kan doen. Ik ben hier van CIWI, tot de volgende keer. Doei!